Als het aan D66 Westland ligt, dan moeten de Westlandse gemeentewerven voortaan ook op zondag opengaan. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In Utrecht is het een succes, maar of het idee in Naaldwijk op veel steun kan rekenen? Nou ja, heel veel mensen zijn op zaterdag aan het klussen in hun huis of in de tuin. En het is ook speciaal voor mensen die door de week gewoon werken. Dat betekent als je zaterdag de hele dag lekker aan het klussen bent, dan zit je de hele week met die rotzooi in huis tot je op de zaterdag de opwind naar de werf kan. Dus wij zeggen, doe hem zondag even 2 uurtjes open. Dat iedereen van zaterdag zijn spul kwijt kan en dat netjes in kan leveren. Dat de rommel even blijft liggen omdat de stadswerf niet op zondag open is, lijkt geen probleem. Dat is gewoon onzin. Niet nodig? Niet nodig. Mensen hebben een heleboel vrije dagen. En degene die... Die ze nodig moet klussen, die brengt op zaterdag weg en anders een week later. Ik heb het in een hoekje gelegd, 4 kapotte stoelen. En nou brengen we het nu. En ik had bezoek, ja. Ik zeg, kijk maar niet naar de rommel in het hoekje. Dat brengen we morgen weg. En dan mag je komen kijken en is netjes hier. Een enkeling zegt wel op zondag te willen gaan. Want zaterdag is het hier natuurlijk altijd heel erg druk. Het is trouwens nou ook best druk. Maar op zondag, ja, voor mij mag het wel op zondag open. Ja. D66 verwacht dat de extra kosten van een zondagopening kunnen worden gedekt door op rustigere tijden te sluiten.